Dit is nieuwsuitzending nummer 68. En het kanaal is Jezus en de Samensvering, aflevering nummer 7. Dus ik mag wel opschieten. Want ik ga er niet meer dan 9 maken. Misschien nog een Jezus en de Samensvering 0. Dan heb je er toch 10. Dat is wat de ultieme inleiding. Ik heb mij heel goed verdiept in de geschiedenis. Daar heb ik een aantal uren in gestoken. Dat wil je niet weten. Ik heb alle grote namen, Jordan Maxwell, David Icke, Alex Jones, Alan Watts, Jeff Renzi, Texe Mars, Jim Mars, David Duke, Henrik Palmgren. Ik heb ze allemaal geluisterd voor uren en uren. En ze vertellen niet allemaal de waarheid. Ze staan niet allemaal stil bij wat er nou gewoonweg gebeurd is. Over 9-11, de gebeurtenissen van 11 september 2001... die aanslagen in New York. Daarover is niet de hele waarheid verteld. Het punt bij dat verhaal is dat onze fijne media en zogenaamde wetenschappers, zoals kijk, Johan Oldekamp, ik ben een beetje kritisch geweest op Johan Oldekamp, maar dat bedoel ik allemaal niet zo, hè. Maar Johan Oldekamp had wel een hele leuke, dat hij zei schetenwappers. Dat vind ik wel een aardige opmerking. Maar die mensen die hebben ons voorgelogen erover. Maar wij beseffen dat nog niet. Dus als je over 9-11 begint, kan je een ongelofelijke discussie krijgen. Aan de andere kant, het goede nieuws is. Ik heb jullie verteld in de vorige uitzending, en daar ga ik ook weer verder inhaken. Dat was de moord op Abraham Lincoln. Dat is helemaal uitgezocht, helemaal bekend geworden. En dat was de katholieke kerk die erachter zat. Hoe ging het nou verder met Amerika? Nou, ze waren Abraham Lincoln dus kwijt. En toen begonnen die mensen die zich ontzettend graag houden van centrale banken, die gingen dus lekker door. Oké, Abraham Lincoln is dood. Lincoln is dood. Nu gaan wij weer een nieuwe centrale bank oprichten. Ja, dat ging niet zomaar. Abraham Lincoln was niet de enige Amerikaan die geen zin had om voor de rest van zijn leven, inclusief zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen, een beetje slaafjes te zijn van de paus in Rome. Zogenaamd. Want Rome is alleen maar een façade. Nou, die pogingen om centrale banken op te richten in Amerika, die zijn een aantal keren achter elkaar mislukt. Maar toen kwam er een president en die heette Woodrow Wilson. Nou, en die hebben ze te gazen genomen. En het is gebeurd ergens in 1913. En toen hebben ze Woodrow Wilson als president van de Verenigde Staten het mes op de keel gezet. En gedreigd van als jij niet akkoord gaat, dan doen wij het volgende. En dan stort de economie van Amerika in elkaar. En wil jij te boek staan als de president die de economie van Amerika in elkaar liet storten? Ja of nee? Nou, en Woodrow Wilson heeft toen gezegd, nee, dat wil ik niet. En die heeft zijn handtekening gezet. En toen heeft hij het financiële
systeem, het monetaire systeem, het recht om geld te drukken. Printen heet dat op z'n Engels. Het is ook gewoon drukwerk. Het is gewoon de laserwriter aanzetten. En dan heb je er weer 100 miljoen bij. Ja, of een inkjet printer, maakt ook niet uit. Als het maar een beetje netjes eruit ziet. Beetje dik papier. En dat hebben die klojo's toen in handen gekregen. Het geldsysteem van Amerika. Nou, wat zou je gaan doen met het geldsysteem van Amerika? Ik geef jullie even 3,5 seconden om erover na te denken. Nou, het antwoord is natuurlijk oorlog voeren. Want met oorlog kan je nieuw gebied veroveren. Deze mensen die spelen risk in real life. Nou, die overname van het geldsysteem van Amerika, dat zagen ze niet helemaal zitten qua slagingskans. Vanwege het feit dat er een aantal welgestelde, succesvolle, zeg het maar, lieden waren. Mensen met geld. En die zouden dat nooit goed vinden. Die zouden altijd gelijk snappen dat ze genaaid worden. En omdat ze geld hadden, zouden ze er ook wat aan kunnen doen. Dus wat moesten ze dan met die mensen in Amerika die met die overname, met Woodrow Wilson, die dat niet goed gevonden zouden hebben? Nou, dat was dus de Titanic. Het verhaal van de Titanic. Want ze wisten dat er een aantal mensen waren die, alhoewel ze dan Woodrow Wilson wel zo ver zouden kunnen krijgen, maar die zouden daar niet mee akkoord gaan. Dus die mensen moesten dood. En dan de rest ook maar. Dat maakt niet uit. Je bent gewoon risk aan het spelen. Je wil gewoon een continent winnen. En het continent inzetten, dat wil zeggen die militairen inzetten om de rest van de continenten te winnen. Dan ga je gewoon voor alles. Dus die hele Titanic, dat was een hele grote toneelvoorstelling. Bedoeld om een handjevol, waren misschien 20 of zo, 10. Maar er waren machtige mensen. En die zijn mooi verdronken. Dus daar hadden ze geen last meer van. En de Titanic, ik ga het nou niet nazoeken. Dat kan je allemaal nazoeken. De Titanic was voor, dus de ramp met de Titanic, dat was een paar jaar, of een jaar, voor de overname van het financiële systeem van Amerika door de paus. Nou, toen had de paus, had dus de poen in handen. Daarmee ook dus alles. Hè? Want als je al het geld hebt, ja, dan ben je klaar. Hè? Dan ben je er gewoon uit. Hij had de media in handen. En toen heeft de paus dat geld gebruikt om een actie te gaan doen. Dat was met de Lusitania. Dat was een schip. Een passagiersschip. En ze hadden in het ruim van dat schip, hadden ze militair materiaal, dus explosieven, kogels, geweren, zeg het maar, bommen, granaten, torpedo's van mijn part. Maar ze hadden allemaal militair materieel in het ruim van dat schip gestopt. En dat schip was verder gewoon een passagiersschip. En toen hebben ze in Amerika een mooie marketingactie gestart van aanmonsteren voor 1 april, dan krijg je 20% korting. En dat hebben heel veel Amerikanen gedaan. Dat ze dat deden, hebben ze doorgelekt, WikiLeaks, aan de Duitse geheime dienst. Dus die kwamen erachter. Maar de Duitsers,
Die hebben toen in Amerika een contra-media campagne begonnen om de Amerikanen te waarschuwen om niet mee te gaan op dat schip. Nou, dat is allemaal niet gelukt. Dus. De Amerikanen hebben het gewoon wel gedaan. Nou, toen hebben die Duitsers gezegd, we hebben iedereen gewaarschuwd. Er komt een schip binnen in ons oorlogsgebied met militair materieel. Dus die gaan we torpederen. En dat hebben ze gedaan. En toen heeft de paus de derde mediacampagne gestart. Dus de eerste was van de paus zelf, van iedereen aanmonsteren. De tweede was van de Duitsers. Die zeiden, niet doen mensen, niet doen, pas ervoor op. En de derde campagne van de paus was, we gaan het eventjes aan de grote klok hangen. En we gaan de Amerikanen boos maken. En dan gaan de Amerikanen, fijn, de geallieerden helpen tegen Duitsland. Want de Amerikanen hadden niks te maken met de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog is begonnen met een moordaanslag van een Serviër op een Oostenrijkse aristocraat. En die heette Frans Ferdinand. En toen kwam de hele boel aan het rollen. En Duitsland kreeg vervolgens de schuld. Gemeen, hè? Een Serviër vermoord een Oostenrijker. En Duitsland, die mag allemaal gifgas aanvallen. Snap je nou? Dat was een oorlog van de paus tegen het protestantse Duitsland. En dat was niet de eerste oorlog van de paus tegen Duitsland. Nee, het was de tweede. Hij heeft de eerste 30-jarige oorlog. En die was ergens in, reken mee, dat kan ik nu nazoeken, doe ik even niet. Misschien dan in, als ik even mijn best doe. Dan pak ik Wikipedia erbij. Maar de tweede 30-jarige oorlog, die was in de 20e eeuw. En die begon dus in 1914. En die duurde tot 1945. Dus je moet zeggen, de 31-jarige oorlog. Maar zoiets, dus, afgerond op een tiental jaar, de 30-jarige oorlog. En dat hebben die Duitsers geweten. Oh, 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 oh. Dat is een drama geworden voor die mensen. Die niet wisten waar het vandaan kwam. Die werden van alle kanten aangevallen. En Stalin stond onder de controle van de paus. Winston Churchill stond onder controle van de paus. Mussolini stond onder controle van de paus. Hij had iedereen onder controle. Adolf Hitler ook. Adolf Hitler stond onder controle van de paus. En die Roosevelt ook. De paus kwam op alle kanten op Duitsland af. En die Duitsers die moesten kapot. En het maakte niet uit hoe. Als ze maar kapot gingen. Dat is wat de paus altijd wil. Wat de paus niet wil, dat zijn zelfstandige mensen die zelfstandig bezig zijn, die zichzelf wel redden. De paus die wil afhankelijke mensen, zodat hij kan zeggen dat hij de grote bruggenbouwer is. En hij zal wel als de heilige vader, als de vervanger van Jezus de Christus, voor ons gaan zorgen. Tegen een bescheiden vergoeding. In elk geval een vergoeding. En of wij die vergoeding bescheiden vinden, ja, dat is aan ons. Hè? Wij zien mensen in rond te lopen hier in Nederland, die moeten het doen van €800 in de maand. En je moet eens weten dat een biertje hier in de kroeg, dat kan je voor €2 niet kopen. En €2, dat heette vroeger 5 gulden. Ongeveer dan. Hè? En die paus, ja, die ziet er wel altijd goed uit. Hè? Die Jorge Bergoglio, lalalala.
Nou, met de Eerste Wereldoorlog hebben ze Duitsland, want Duitsland stond op winnen. Maar de geallieerden hebben voorgesteld om de oorlog te beëindigen vanwege het grote aantal doden. En de Duitsers die hebben toen over hun hart gestreken en gezegd dat is goed. Per slot van rekening, ze werden alleen maar aangevallen. Ze hebben nooit iets kwaads bedoeld. Ze werden gewoon aangevallen. En de aanvaller die zei, we stoppen met aanvallen. Wat die Duitsers niet wisten, is dat er in hun een interne kamp medewerkers zaten van de vijand. En net als later met de Tweede Wereldoorlog met Adolf de viool speelde. Adolf Hitler. Die Führer. Die Farao. Maar toen was het ook al. En dan kreeg je de vrede van Versailles. En toen zijn die Duitsers, die zijn Elsass Lotharingen kwijtgeraakt. Ergens daar in de buurt van ja, ik weet het ook niet allemaal precies, kan je allemaal nazoeken. En bij Tsjechië zijn ze Sudeten, heet dat, Sudeten-Duitsland. En het westen van Pruisen zijn ze kwijtgeraakt. Dus Oost-Pruisen mochten ze houden. Maar Danzig, Gdansk heet dat later, daar waren ze kwijt. En toen werden dus die Duitsers die in Sudeten-Duitsland woonden. Ja, dat waren dan etnische minderheden geworden of zo. En die zijn vervolgd, die zijn het land afgejakkerd. Toen hebben ze in de jaren 30, begin jaren 30, een economische sanctie afgekondigd tegen Duitsland. En daardoor kelderde de export van Duitsland met 10% in elkaar. En dan kan je denken, nou, dat valt wel mee. Het is maar 10%. Het punt is dat het verdienen op je product, dat is allemaal procentenwerk. En als je 10% van je omzet kwijtraakt, dan heb je echt een probleem. En dat gebeurde dus ook met Duitsland. Want niemand wilde meer Duitse waren kopen. Ja, dat was eigenlijk niet niemand, maar plotseling 10% minder. En je hebt wel al je fabrieken en je hebt je afspraken met je arbeiders en je hebt je afspraken met je energieleverancier. En alles gaat maar door. Maar je omzet is weg. Oh, voor 10%. Dat hakt er stevig in. Vooral als dat onverwacht komt. Als je het van tevoren weet, dan kan je er rekening mee houden. Als dat in één keer komt en het staat in de krant, want wij kopen geen Duitse producten meer, op straffen van politieke incorrectheid, dan heb je mooi een probleem als regio. En waarom eigenlijk? Nou, de reden daarvoor is dat die Duitsers, die zijn niet gek. Ze kunnen zelfs voetballen. Dat moeten wij dan, ondanks onze Johan Cruijff en Johan Neeskens. En al die anderen die ik nu even vergeten ben. Dennis Bergkamp. En die geweldige Suri's. Die dat ook zo goed konden. Maar die Duitsers die kunnen ook voetballen. En die Duitsers zijn in, behalve in voetballen in nog meer dingen goed. En de paus die houdt daar niet van. Want die Duitsers die zijn protestant. Dat moest kapot. Adolf Hitler heeft in dezelfde klas gezeten, op dezelfde lagere school gezeten, als Ludwig von Wittgenstein. En Ludwig von Wittgenstein, dat was een teller van een Joodse familie. En zijn vader, dat was een staalmagnaat.
Een echte, rijke Jood. En ik heb een biografie gelezen van Ludwig van Wittgenstein, waarin dus verteld wordt dat hij dus in klas zat, op dezelfde school zat, sorry, als Adolf Hitler. Nou, leg mij dat maar eens uit. Want Adolf Hitler was de zoon van een belastingambtenaar, meer niet. Ergens uit Sudeten-Duitsland of zo, dat kon hij nou vandaan. Maar hij zat dus wel op dezelfde lagere school als een rijke luis jongetje. En dan niet rijke lui in de zin van dat je vader 500.000 heeft. Nee, je vader heeft 500 miljoen. Stevend af op zijn volgende miljard. En Adolf Hitler zat op dezelfde lagere school. Dat staat in de biografie van Ludwig von Wittgenstein. Nou, laten we ervan uitgaan dat dat waar is. Hoe zit het verhaal dan in elkaar? Nemen we daar nog ook even bij dat Jean Ross, dat is een mens met een baard, dat is een man, en die woont in Zwitserland, een jaartje of 20, die heeft er ook in de gevangenis gezeten en hij is daar gemarteld. Die heeft het behoorlijk voor zijn kanus gehad. Jean Ross, die zegt dat de paus die zit in Zwitserland. Hij weet er alles van. Hij heeft de symbolen bekeken. Hij weet hoe die demonen eruit zien. En die demonen, net als Jean Ross, heb ik al gedaan. Een filmpje gemaakt van de demonen die afgebeeld staan op nog geen steenworp afstand van waar ik nu zit te praten. Ze zitten onder ons. Het zijn demonische mensen. En ze hebben die kerk opgericht en ze zullen niet stoppen voordat we allemaal dood zijn en of geketend. Dat is hun spel. Dus ik heb nu verteld van Adolf Hitler. Oh, dan weet ik ook weer over Jean Ross. Jean Ross heeft mooi verteld dat Adolf Hitler gefinancierd is vanuit Zwitserland. Daar is een foto van gemaakt. De eerste miljoenen die kreeg Adolf Hitler uit Zwitserland. Die kreeg hij van de paus. Adolf Hitler had een organisatie, die heette de SS. En bij Wikipedia kan je vinden dat dat een afkorting is. De SS, dat is een organisatie met een organisatiestructuur. En die structuur van die organisatie is gekopieerd van de structuur van de Sociëteit van Jezus. En de Sociëteit van Jezus, die is opgericht in 1540. Dat was 500 jaar ongeveer voordat de SS kwam. Nou, na de Tweede Wereldoorlog was Duitsland behoorlijk kapot. En toen de vrede getekend was, dus de vijandigheden werden gestaakt, toen hebben ze toch nog eventjes een miljoen Duitsers, iets meer denk ik, 1,5 miljoen, oké. Het is vandaag markt, 2 miljoen. 2 miljoen Duitsers. Even getopt. Want ze motten die mensen niet.
Duitsers is het heel erg goed gelukt om gewoon voor hun eigen land te zorgen en de handen uit de mouwen te steken. En dan heb je af en toe maar eens seks met je vrouw. Was een grapje. Maar Duitsers die werken. Nederlanders ook hoor. Ik zie Somaliërs, die hangen hier dan rond bij de Hommelse straat en de Hommelse weg. Je moet het eventjes weten te vinden. Er loopt een spoorlijn door die wijk heen en aan de onderkant van de spoorlijn heet het de Hommelse straat en daarboven heet het de Hommelse weg. Of andersom. Maar daar hangen van die Somaliërs in de rondte en die hebben er geen mobieltje nodig om tegen elkaar te praten, want ja, die roepen gewoon. Die zien gewoon die andere Somaliër A staat hier en Somaliër B die komt een patatje halen of zo. Of een katje kauwen. Ja, die werken niet. Die werken gewoon echt niet. Je gaat mij niet vertellen dat als jij als Somaliër hier, omdat je in Arnhem op de Hommelse straat staat, bij de Hommelse poort, dat je aan het werk bent. Omdat je je vriend, nou hoe heet die man? Dat weet ik veel. Ik kan geen Somalisch. Maar Duitsers die werken wel. Dat is een mooie grap. Die heb ik zelf verzonnen. Wij hebben, het was best wel ja, niet heel aardig van ons, dat we daarover heen zijn. Maar wij hebben dus bij voetbalwedstrijden een spandoek opgeheven. Meerdere, denk ik. Wij willen onze fietsen terug. En dat dan in correct Duits. Dus, wir wollen unser Fahrreden. Fahrreder? Fiets. Duits is ook veel te ingewikkeld. Hè? Maar zurück. Onze Fahrreder zurück. En in correct Duits. Wij dat, om die Duitsers gewoon te pesten natuurlijk. Want wij willen ook een keertje winnen met voetbal. Stomme Duitsers. Maar als we eerlijk zijn, dan moeten wij gewoon toegeven dat nog DAF, nog ja, in Borm daar, ja, het is allemaal niks geworden. En wat rijden we hier in Nederland? Opel. Ja. Mercedes. BMW. Bayerische Motorwerken. En Audi. Ja. Ik bedoel, onze fietsen zijn dan misschien geconfiskeerd door die Duitsers. Maar we hebben er best wel betere auto's voor teruggekregen dan die mislukte. Ja, wie wilde nog in een DAF rijden? Come on. Dat is een leuk autootje. Daar heb ik helemaal niks voor tegen. Je mag van mij best in een DAF rijden. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar als we op vakantie gaan, ja, dan heb ik toch liever gewoon een 190. Hè? Minimaal van Mercedes. Hè? Een 190 van Mercedes. Of voor mij wat een Audi 4. Of een ja, Audi 6 nog mooier. Doen we. Heb je wel een wat ouder model, maar als die goed verzorgd is, dan heb je echt een lekkere auto. Dus wij moeten niet zeuren tegen die Duitsers dat we onze fietsen niet teruggekregen hebben. Je kunt er lekker toet met je Audi. Of je Golf. Hè? Volkswagen. Oh, die was ik vergeten. Een Volkswagen, dat is ook een. Dat is helemaal geen slechte auto. Het is beter dan de eerste beste Nederlandse fiets. Die weer eens een lekker band heeft. Of de ketting loopt eraf. En dan zitten je handen weer onder het smeer. En dan moet je tante Gerda een hand geven. En dan moet je van tevoren zeggen: sorry, maar mijn handen zijn vies. En dan tante Gerda kijkt dan een beetje bezorgd en die geeft je dan toch een hand en die gaat gelijk de handen wassen. Want die denkt, ja, ik moet dat vieze fietsketting smeren niet aan mijn vingers. En jij je maar excuses aanbieden. En wees gewoon blij met je Volkswagen en Golf. Een beetje vrienden maken met die Duitsers. Nou, ik hoop dat deze uitzending
Ja, ik heb het best goed gedaan. Tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dat is wat wij noemen dan de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was dus de Tweede Dertigjarige Oorlog. Het was niet de Eerste Oorlog vanuit Zwitserland tegen Duitsland. Absoluut niet. Het was de zoveelste oorlog. En we zullen toch iets moeten doen aan het Zwitserse probleem. En het vervelende is natuurlijk dat die Zwitsers, ja, die zitten daar tussen de bergen. Die hebben allemaal tunnels, kelders, van alles. Niet uit te roeien. Maar ze zijn dus wel uit te roeien. Want het moet stoppen. Het kan niet anders. Want anders gaan we er allemaal aan. Dus iemand moet tegen de paus zeggen: tot hier en niet verder. En dat die man verantwoordelijk is geweest voor seksueel kindermisbruik en genocide en al die dingen, dan mag hij afrekenen met mijn vader. Want de paus is net als ik gewoon een mens. En net als de paus ben ik onfeilbaar. Snap jullie? Nou, dan ga ik nu tjus zeggen, want jullie zijn allemaal lieverds.